De noodlijdende thuiszorgverlener Firian Karen Clean BV gaat proberen een doorstart te maken. Dat melden zowel de curator als de FNV. Een aantal verontruste medewerkers voerde gisteravond actie in het Nijmeegse stadhuis. Firian verkeert al langer in zwaar weer. In die mate dat de betaling van medewerkers onder druk is komen te staan. Op 14 mei werd uitstel van betaling aangevraagd voor het bedrijfsonderdeel Firian Karen Clean. Personeel van dat bedrijfsonderdeel bood daarom symbolisch droog brood aan wethouder Frinks. Dat hij overigens weigerde. Hij eet namelijk geen tarwe. De medewerkers wijzen naar de wethouder die te lage tarieven zou hebben afgesproken voor de diensten.